En we gaan terug naar Nederland, waar ik ga koken met mijn vrienden. We gaan vandaag iets heel erg leuks doen. Ik heb een aantal vrienden uitgenodigd bij Van Been Buitenleven die gek zijn op koken. We gaan namelijk een kookworkshop doen. Dus denk aan pizza's in de houtoven, barbecuen op 4 verschillende barbecues, grillen, bakken, noem maar op. En wie van mijn vrienden het beste kan koken, dat gaan we zo zien. Want ik ben niet zo heel goed in koken, dus laten we gaan. Mag mooie blokjes snijden van een centimeter of 3 bij 3. En prei in mooie schuine, nou ja, niet te dunne streepjes, want het moet even op de barbecue. Centimeter. Hey, maar wat voor barbecue is dit nou? Dit is een O4, open vuur. Ook heel leuk voor gezelligheid, een open vuurtje als je klaar bent met barbecuen. Met een stalen plaat en daar kan je kiezen. Warme zones, koude zones. En de mensen kunnen lekker met z'n allen eromheen van alles barbecuen. Maar je zegt warme zone, koude zone. Wat is de koude zone dan? Nu is de koude zone een beetje aan deze kant. De vlammen staan die kant op. Ja. De meeste hout ligt ook aan die kant. Dus aan die kant is nu het heetst. Wat kunnen we allemaal verwachten eigenlijk? We doen nu de kookworkshop op verschillende apparaten om te laten zien wat we allemaal kunnen doen. Mensen kunnen kiezen voor de Kamado, de Braaimaster, de O4. Geven we de mensen een 4-gangen diner. Wat ze zelf allemaal moeten bereiden. Kleine hapjes, dessertjes, grote stukken vlees. En dan hoop ik dat mensen wat opsteken en er wat van leren en thuis verder aan de slag gaan ermee. Ik hoop dat hij lekker was, de buikspek. We gaan het volgende rondje doen en dan gaan we ook even verdelen in groepjes. We gaan op de Braaimaster, die hier lekker staat te branden, gaan we salm papillot maken. En ik heb 2 mensen nodig die pizza's in elkaar gaan fransen. We gaan aan de slag met onze verschillende kooktoestellen tijdens deze workshop. Onder begeleiding van de professionele chef bereiden we verschillende gerechten waarbij we meerdere barbecues gebruiken. Oké, nou wij komen even kijken of het hier wel goed gaat. Alles onder controle. Alles onder controle, oké. Alles onder controle. Ik 3 stukjes. Ik heb er een rustige zeef van gemaakt. 3 mooie bannetjes, zie ik inderdaad. We gaan ze heel even laten rusten. Dan kan degene die het snijwerk doet even alle ingrediënten voorbereiden. En dan gaan we zo de pizza uitrollen, of eigenlijk uit laten hangen en beleggen. Dit is nog niet de vorm van de pizza, dus dat ga je zo meteen uitleggen hoe dat moet. Gaan we zo direct uit laten zien. Even laten rusten, dat ze even, want je hebt net lopen kneden, dan worden allemaal gluten geactiveerd. Dus we gaan nu even rustig laten staan en dan gaan we hem laten uithangen. En dan kan het snijwerk even verder gedaan worden. Ja, hij moet nog even wat snijwerk doen. Dan gaan wij even naar de zalm. Ja. Laat jullie even alleen. Dan gaan wij pas op voor deze mensen, want die zijn scherper dan aan die dan kant. Dan je denkt. Hoor je dat? Ja? Oké, mooi. Oh, jullie zijn al aardig ver. Hij ziet er zeker goed uit. Lekker, hè? Zeker. En jullie hebben goed... Ik krijg er wel zin in. Nou, hebben we er maar eentje? Nee, toch? Nee, we hebben maar 12. Oh, 12. Oké, nee, dat is helemaal genoeg. Ik zeg lekker dichtvouwen. Ziet er goed uit. Nou, Dennis, alsof je dit vaker hebt gedaan. Nou, eerste keer. Wat voor oven is dit? Want ik zie, dit is de het staat erop. Braaimaster. Braaimaster. Het is totaal niet warm hier. Totaal niet warm hier. Braaimaster is Afrikaans, open vuur. We verdelen zeg maar de kolen zo direct. Stoofpot bij die je erin kan hangen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kan er ook een wok in hangen. Brood in bakken. Er zit een pizzasteen bij. Je kan het soort als een soort oven gebruiken. Er zijn heel veel mogelijkheden. Het leuke is natuurlijk dat je zelf je houtskool aan het bouwen bent. Oké, nou jullie gaan dit erop leggen. Volgens mij komt het helemaal goed. Ik weer die kant op. Even kijken of de pizza's goed gaan. Voordat het verbrandt. Oké, en nu? We hangen de pizza dus uit. Je bent geen echte Italiaan volgens mij? Geen echte Italiaan. Wellicht geen, het Roger kan. Roger, dus dat, nee, sowieso niet. Maar wat ik ooit geleerd heb, is dat je de pizza uit moet hangen. In plaats van het welbekende gooien in de keuken, wat iedereen heel natuurlijk leuk en gezellig vindt. Maar dat doen we dus niet. We hangen hem uit, zo blijft er ook een randje over waar door de zuurdesem zeg maar, een mooie rand komt. En zo kan je hem dus zeg maar, een beetje uitduwen wat je wil. We maken hem niet al te groot. Ik heb gisteren al een tomatensausje gemaakt. Hadden wij gisteren al gedaan, toch? Hadden jullie gisteren al gedaan, inderdaad, sorry. Lange dag. Lange dag. Maar wat is de volgorde? Moeten ze ergens op letten? Of nee, wat, in principe niet. Wel wat op letten is zeg maar, het vlees, dat je dat bovenaan doet, zodat het of knapperig wordt. Of als je dat niet wil, dat je dat iets later erop doet. Ja. En voor de rest hoef je niet zo heel veel op te letten. Alles is overdekt en is de workshop dus niet afhankelijk van het weer.
Wil je meer informatie over de kookworkshops en alles in deze aflevering? Check dan even onze socials of de website.